Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 16 juni 2016. Ik ga me steeds vaker vergissen aan het begin. Nou, dat gaat lekker. Dit is het bulletin van donderdag. Ik hoop dat de rest van de uitzending beter gaat. Vandaag uiteraard de morse woorden in de uitzending plus een SSTV plaatje met een bijzondere antennelocatie. Afijn, dat zul je wel zien. Hij is in PD50. Er is weer een melding primair gebruik bijgekomen op vrijdag 24 juni, de gehele dag, de hele 13 centimeter band, iets met paarden. Volgens mij de regio Rotterdam, maar dat had ik niet opgeschreven. Ja, nog even een reminder voor de Gooise Vossenjacht aanstaande zondag. Het is een pieperjacht op 2 meter. Inschrijven kan vanaf 1300 uur, start is 13:30 uur. Duurt maximaal 2 uur, maximaal 5 kilometer. Ik weet niet of je er ook pijldozen kunt lenen, maar dat kun je vast via de gegevens op de site wel te weten komen. Meer informatie is dus te vinden op de website van de Viron in het Gooi, pivrcg.nl. Voor wie met een System Fusion repeater wil beginnen, is er weer de kans om goedkoop aan een repeater te komen. Het gaat om een DR1-XE repeater in een 19-inch behuizing die werkt op twee banden. De prijs is tot 30 juni €500. Je moet dus wel snel zijn. Informatie hierover is te vinden op southgatearc.org. De nieuwsbrief van het IARO Monitoring System van de maand mei is verschenen. Het IARO MS is wat vroeger de Intruder Watch heette en de nieuwsbrief beschrijft weer de vele schendingen vanwege oneigenlijk gebruik van onze amateurfrequenties door militairen, overheden, bedrijven en andere piraten. De nieuwsbrief begint dit keer met diverse ledlampen en PLC's met een identiteitscrisis omdat ze zich als zender gedragen. De Russische marine die zit al 10 jaar met RTTY op 14192 in de 20 meter band. Het is net als op het Noorse Spitsbergen waar de Russen doen alsof hun kolenmijnen op eigen grondgebied staan en niet op Noors grondgebied. Ze doen net alsof ze er thuis zijn. Het Poolse leger, tegenwoordig onderdeel van de NAVO, heeft zijn Oost-Europese streken na 25 jaar kennelijk ook nog niet afgeleerd. Ze storen de onderste 1,5 kHz in het DX-gedeelte dus van de 40 meter band. Die is van amateurs. Ondanks optreden van de Duitse AT, de Bundesnetzagentur, nog altijd geen verandering. En de Sound of Hope was er ook weer. Een zender op 18080 in onze 17 meter band, afkomstig uit Taiwan. Zoals gewoonlijk vergezeld van grote broer en volger, de Volksrepublieke Buren met hun stoorzenders. Dit is nog maar een kleine greep. Je kunt het IARO Monitoring System binnenkort bezoeken. Ze hebben een stand op de Ham Radio in Friedrichshaven. Ja, komende zondag is het Kids Day in de VS. Ik heb begrepen dat dat in het verleden wel eens niet synchroon liep met hier. Dat zal dus nog steeds van het geval zijn. In elk geval krijgen die dag in de VS de jongsten onder ons de kans om met de amateurmicrofoon kennis te maken. Geef ze ruim baan en respect. Het betreft mogelijk de toekomstige generatie hams. En die willen we natuurlijk niet afschrikken. Aanstaande zondag dus. Je kunt mijn stem trouwens ook op aanstaande zondag iedere week ook op de Korte Golf horen op het station de Mighty KBC op 9925 kHz in de 31 meter band. Dat gaat op de Antillen zelfs zonder repeaters. Deze uitzending is gericht op de VS en Canada, waar het redelijk wat luisteraars heeft. De uitzending waarin ik een klein itempje doe, vindt iedere week plaats in de nacht van zaterdag op zondag tussen 00 uur en 02:00 UTC. Dat is heel laat, tussen 2 uur en 4 uur lokale zomertijd. In de VS en op de Antillen echter is de uitzending tussen 8 en 10 uur zaterdagavond. Mijn rubriek in het programma zit op ongeveer 01:19 uur, dus 19 minuten over 1 UTC. De uitzending wordt later op de dag nog een keer herhaald. Mogelijk is die uitzending in Europa op 6095 kHz in de 49 meter band beter te ontvangen. Dat is van 8 uur UTC tot 10 uur UTC, Nederlandse zomertijd dus van 10 uur tot 12 uur 's ochtends. En mijn rubriek zit dan om 11:19 lokale tijd. Beide uitzendingen vinden met een zendvermogen van 125 kW plaats vanaf de op dit moment beste locatie voor korte golfuitzendingen, het zendstation Nauen nabij Berlijn, nog door de Oost-Duitsers voor hun propaganda gebouwd. Het onderwerp van komende zondag is, hoe kan het ook anders, de komst van PJ2NOS op Curaçao. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x-xdv.me. Do you suffer from the heartbreak of brain rot? Feeling bored, sluggish, listless? Not had a new idea in days? Using electronic gizmos without a clue why they work? Now there's help. Ham Radio. Guaranteed to stimulate your corroding neurons and open a whole new world of excitement. Side effects of ham radio usage include mental stimulation, desire for education, new career paths, understanding of technology, and cases of addiction have been reported. If you experience any of these symptoms, you're welcome. Ham Radio. It's not your granddaddy's radio anymore. Toch is het leuk, zo'n bovenregionale Antilliaanse Jupiter.